because the dominoes fall, it's time to go. Now I'm feeling so far away. I see the colors and all the kids going home. Night is crawling up to the day. I hear the birds ringing. We'll be right back.
Het is begonnen. Ik hoop dat beide teams er iets moois van willen maken vandaag. Met deze formatie stapt Feyenoord het veld op. Deze ploeg speelt met een 4-3-3 systeem. Wat verwacht jij daarvan? Nou, ik verwacht er wel wat van, Evert. Want als we kijken naar de buitenspelers, dat zijn dan echt goede spelers. En ja, het is zeer aantrekkelijk om... Dat wordt een vrije trap. Misschien moet de scheidsrechter hier iets aan gaan doen. De scheidsrechter lijkt even te twijfelen, maar trekt nu toch geel. Ja, voor mij had hij hem op zak mogen houden, hoor. Nicola Jurgensen. Nee, die bal gaat er niet in. Hij sprong zo hoog als hij kon, maar kon er toch niet voorbij. Nee, de bal is gewoon te hoog om goed te kunnen inkoppen. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. El Amadi. Rick Karsdorp. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Wat een leuk balletje was dat. Vilena. Bastasikoglu. De keeper heeft hem. Via de verdediger gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop dus. Persie. Van Persie is uitgegroeid tot een spits van wereldformaat. Wat mogen we van hem verwachten vandaag? Ja, Van Persie is natuurlijk een fantastische spits. Net begonnen en dan al een vrije trap. Gregory van der Wiel. Oh, dit kan een kans worden. Die paas wordt doorzien. Hasan Ali Calderim. El Amadi. Ze storen goed. Door die pressing hebben ze het balbezit overgenomen. Mehmet. Ze zijn geduldig op zoek naar de vrije man. Nee, het idee van de... Van Persie. De keeper redt. Willem Watje weet hier een hoekschop te versieren. Met de kop. En de keeper pakt die bal. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Elia. Kuit. En weer terug die bal. Vilena. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Elia. Dirk Kuyt aan de bal. Mehmet. Technisch heel knap aangenomen. Mogelijk een goede kans hier. Volkan Shen. Hij is er door. Van Persie. Goeie ingreep van de keeper. En Fenerbahçe verdient een hoekschop. De voorzet is niet goed. Komt niet bij een medespeler terecht. Het is Dirk Kuyt. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Gregory van der Wiel. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. El Amadi. Gregory van der Wiel. Elia. Vilena. Stuit op de verdediging.
Hadi. Kuit heeft hem. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Goeie ingreep, maar is de bal al weer kwijt. Wie pikt hem op? Doeltrap. Daar had meer in gezeten. Vilena. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Aanval in de kiem gesmoord. Bottekin. El Amadi. Net op tijd onderschept. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. De scheidsrechter heeft iets gezien en fluit. In de handen van de keeper. De scheidsrechter. Er komt de wissel aan. De thee is op en Fenerbahçe begint aan de tweede helft. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Vrije schop voor Fenerbahçe. Best een aardige positie. Komt niet langs het muurtje. Dit is Dirk Kuyt. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? De bal rolt zo naar de keeper. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Komt dat schot? En na dat doelpunt staan ze voor. Ik had niet gedacht dat deze ploeg de wedstrijd zo overtuigend naar zich toe zou trekken. Dus ze geven de tegenstander geen schijn van kans. Precies, ze blijven maar aanvallen en creëren veel meer kansen. Ja, en nu wordt dat goede spel gewoon beloond. En een paas naar de vleugel. Nelon. Vilena. We krijgen de ene paas naar de andere te zien. De bal gaat mooi rond. Ze vertrouwen erop dat er een keer een gaatje valt. De aanval leek gevaarlijk, maar ze zijn de bal alweer kwijt. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Dat balbezit duurde wel erg kort. Linker plek ook om de bal kwijt te raken. Daar is het balbezit. En nu? Vilena. Elia. Schitterend paasje. Nicolai Jurgensen. Toornstra. Ze zoeken telkens de vrije man zodat er ruimte ontstaat. Daar komt de gelijkmaker, denk ik. Nee, helaas, dit doet het gaat niet door. De grens heeft geklapt door buitenspel. Vilena. Oh, dit kan een kans worden. Alper Potu.
Nicolai Jurgensen. Optimaal gebruik gemaakt van het balbezit. De scheidsrechter geeft voordeel en Feyenoord mag door. Door de slag! Ja, dat is het. De invaller scoort, die solliciteert zeker naar een basisplaats. De wedstrijd ligt weer helemaal open, het staat gelijk, het kan nog alle kanten op. Wat gaat de scheidsrechter hier beslissen? Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Daar komt een voorsprong aan, denk ik. Die speler ontsnapt aan de verdediging en is zo dichtbij een geweldige goal. Tja, daar werden de verdedigers compleet in de luren gelegd. Ze hadden geen kans meer. Nou ja, die bal gaat er niet in. Nog 20 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Nicolai Jurgensen. Knap veroverde bal daar op het middenveld. Toornstra. Elia. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en zoeken naar de ruimte. Voordat het echt gevaarlijk wordt, komt er een verdediger tussen. Mehmet. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Hoge bal richting strafschopgebied. De aanval eindigt jammerlijk in een doeltrap. Het spel wordt goed breed gehouden. Dit is Dirk Kuyt. Ze hebben geen haast, de bal gaat rustig rond. Houdt hij het hoofd koel? Kuyt! Mooie redding, maar de bal is nog in het spel. Mehmet, we hebben nog 10 minuten aan reguliere speeltijd over. Doornstra. Vermeer. Wat gaan ze nog doen in deze laatste minuten? Of eindigt deze wedstrijd in een gelijkspel? Of zit er mogelijk nog iets in het vat? Mehmet. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Dit is een bijzonder mooi steekballetje. Elia. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Alper Potu. Oh, leuk. Balbezit voor de andere ploeg nu. Kijk of het wat oplevert. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? En nog een succesvolle tackle hier. Nou, ik had nog meer verwacht van die aanval. Ze zijn de bal kwijt. 3 minuten blessuretijd geeft de vierde official aan. Nelon. Lekker zuiver, goed gespeeld. Nee, die voorzet is niet goed. Wordt onderschept die bal. Einde wedstrijd, stand 1-1.